Yo beste kijkers van de Cool Deagle Channel, vandaag weer een gloednieuwe video in. Vandaag ga ik iets heel leuks doen. Ik heb vandaag een afspraak met Twanske, de politieagent. En hij heeft sinds kort dat hij hier voor Cosmopolitan hoofdagent was, als ik me niet vergiste. En hij heeft een heel mooi kantoortje, heeft hij me verteld. En hij weet dat ik heel veel van kleding houd, dus hij had zoiets van, ik heb hele mooie gear liggen. Dus we gaan dus zo meteen eventjes binnenlopen. En als het goed is, staat hij hier al ergens te wachten. Even kijken. Ik zie hem nog niet. Ah, kijk, daar komt hij. Yo man, we hadden een afspraak toch? Je ging je kledingcollectie, of ja, jouw kledingcollectie, oude collectie. Ik ga jou jaloers maken. Ja, ik ben heel benieuwd. Want ik hou van mooie, bijzondere kleding. Ja, nee, dat klopt. Ik heb wat server-owned kleding bovenstaan. En ik dacht, nou, dat vindt de heer Gold Eagle vast wel heel mooi. Ja hoor, en... heb je ook wel eens momenten gehad dat je zoiets had van, nou, dat trek ik eens stiekem aan, of... Nou, ik weet dat als ik dat doe, dat ik dan een ban-appeal, een ban om mijn oren krijg. Okay. En een ban-appeal mag gaan aanvragen, dus kijk eens aan. Dat zijn inderdaad mooie kleurtjes. Ik vind, vooral als ik nu iets zou moeten kiezen, wat ik meteen zou willen hebben, dan is het of dit, want het is helemaal flitsend. En het is de SWAT gear. Dat is al heel lang geleden, of niet? Yep. En dan even kijken. En dan vind ik dan deze blauw, de oude FBI director. Dat vind ik op zich ook nog een heel leuk kleertje. Kledingstukje, bedoel ik. En hier de FBI gear. Dat is op zich, ja, dat lijkt wel een beetje op, hoe heet dat ook weer eens? Dark Earth, of nee, hoe heet die kleur ook weer eens? Die heb je hier zo ook staan. Of nee, of is... Nee, dit is de nieuwe kledingseizoen. Of niet? Nee, dat is wel Dark Earth. Ja, en dat lijkt er heel klein beetje op als je het zo bekijkt. Of Midnight Black. Ja, daar zit een beetje tussenin. Dat is hetzelfde met Pacific Blue en het pakje wat je nu aan hebt. Ja, dat klopt. Maar, als jij nu ooit een keer een heel nieuw pakje zou mogen samenstellen... Wat voor pakje zou jij dan heel graag willen als hoofdagent? Hoofdagent? Ja, wat zou je dan samen willen stellen? Zeg je van, doe mij dan maar helemaal wit. Of zeg je van, ik wil toch wel even blauw aan trekken. Of, ja, blauw moet natuurlijk sowieso wel blijven. Hè? We zijn blauw op straat. Maar ja, ik vind de golden boots voor mezelf oké. Maar de golden boots die de agent aan hebben, die hebben echt zo'n pies kleurtje. Dat is echt helemaal niks. Oké. Dus hebt zoiets ik zou van... dat veranderen. Mm-hmm. En waar ik wel stikje loers ben, is gewoon de HTC. Die hebben gewoon hartstikke mooie iron boots eronder. En ik moet eerlijk zeggen dat het wel echt heel blitz uitziet. Ja, dat geloof ik best wel. En dit is, lijkt wel een beetje op Brownie Enchant. Deze, joh, wat is het? Normale kleding. Huh? Normaal? Ja, ik snap ook niet wat dat hier doet. Is dat Brownie Enchant? Dus of het vergelijk of zo, ik weet het niet. Het lijkt echt heel veel op. Het lijkt echt heel veel op Brownie Enchanted. Of op, hoe heet die andere ook weer eens? Brownie en. Je hebt er nog Popper. Ja. Ik vraag het me af. Ja, dat weet ik ook niet. En dit lijkt een beetje blauw Enchanted. Maar dit vind ik echt gewoon te standaard. Oud politie gear. Ja, dat was gewoon het oude politie gear. Kun je toch blij zijn dat je daar vanaf bent? Geef eerlijk toe. Dan kun je net zo goed blauw enchanted gaan dragen. Die tijd heb ik net niet meegemaakt. Ik werd agent en toen was ik ongeveer de eerste met een nieuw setje. En is dit wit, zo'n soort wit, of is het meer ironachtig? Dit is iron. Oké. Deze is your gear. Van de FBI ook nog afkomend. Ah, dat is ook wel echt vet. Want ik vind altijd dat, het is wat ik zeg, dat dit is gewoon echt de standaard. En wat jullie nu op zich aan hebben is wel oké. Maar misschien dat er nog een paar dingetjes net iets anders mogen. Bijvoorbeeld dat de ranks allemaal net een andere kleur aan hebben. Want nu lopen alle agenten met goudgeel zich. En dan, ik noem het even een soort Pacific Blue-achtige kleur. Tenminste, als je hem geenchant hebt, dan lijkt hij er heel veel op. En af en toe heb ik zoiets van, nou, als je elke agent een rank, een andere hoofdding opzet of zo, of
Of iets met een streepje erop. Dat zou ook al heel vet zijn. Dus dat je de streep een kleur geeft. Want dat, als het goed is, ja, moet dat mogelijk precies. zijn. Tenminste, ja, de oude legerhelm. Ik weet niet of je die ooit hebt gezien. Die heeft een bruine streep op een witte helm. Ja, klopt. Dat zou vet zijn als jullie dat ooit krijgen. Dat bijvoorbeeld gewoon de hoofdrechercheur iets van een hele vette zwarte streep krijgt of zo. Of een gouden streep. Of, Nee, dat klopt. Ik zal nog even een setje van de normale politiegear pakken hoor. Oké. Okay. Zo terug. Kun je zien wat het, of het echt Pacific Blue is of niet? Ik heb er altijd mijn twijfels naar mensen die beweren het. Ik gok zo dat ze het gewoon uniek hebben gemaakt. Ja, misschien dat er net een getalletje anders is, hè? Je weet dat ik ook van die schoenen heb, hè? Eigenlijk is de standaard rood seizoen 2. Maar er is het, in de codering is iets fout gegaan, zodat er een ander cijfertje is veranderd. En daardoor zijn deze schoenen ook zoveel waard. Ja, precies. Kijk, ja, die boots, die vind ik gewoon niks. Nee, dat is echt gewoon... Wat vind je hiervan dan, hè? Moet je opletten. Kijk. Ja, zelf heb ik het eigenlijk door de sportschoenen. Weet je waarom niet? Ik vind dit randje eronder zo lelijk altijd, hè? Ja. Het lijkt net alsof je badslippers aan hebt of zo. Ja, dat klopt wel. Dat heb ik ook als ik deze sportschoenen zou aantrekken. Dan heb je echt gewoon... Ja, ik weet het niet, maar... Je ziet gewoon dat dan of de broek te kort is of het past gewoon niet. Zoiets. Ja. Het is... Daarom heb ik eigenlijk ook nooit meer sportschoenen gedragen. En ja, ik heb nu die hele mooie, dure schoenen die nog steeds lekker lopen eigenlijk. Dus ja, daar ben ik wel blij om. En eigenlijk als je onze broeken naast elkaar legt, want ik heb Pacific Enchanted. Nou, ik zou zeggen, hang ze eens naast elkaar neer. Dan kun je het eens voor de fun gewoon eens vergelijken. En dan die van jou die je nu aan hebt. Heb je hem nu gewisseld of niet? Oh wacht, die heb je daaronder gedaan. Ja, die van jou is net ietsje donkerder volgens mij. Ja, ja, zie je? Dat is ook echt het enigste verschil. Maar als iemand compleet geenchanted Pacific Blue was het ofzo? Of wat was het ook weer eens? Pacific Blue volgens mij. Ja. Heeft dan zie je er echt bijna niet het verschil. En als je die ook dan nog mooie gouden schoentjes eronder heeft, ja. Dan heb je een mooi pakje. Ja, klopt. Heb je Firewhistle al eens zien rondlopen? Nee, volgens mij niet. Nou, die heeft Full Setje Midnight Black en Enchanted Diamond Boots. Nou, dat is gewoon precies dit. Ja, maar dat is die ook... Gewoon, dat die is echt gewoon zo... Dat is zo nice als je dit hebt. Want die Dia Enchant is op zich ook wel een hele mooie kleur, hè? Nee, dat klopt. Maar toch zou ik dan voor dit gaan. Gewoon het ijswittig. Het is zo vet. Het springt er zo uit. Je ziet het nergens. Nee, dat klopt. Nee, en leather tunic wit. Toch niet zo wit als Iron. Oké. Okay. Toch, het blinkt inderdaad echt uit. Maar dit is dus echt Iron dan? Ja, full Iron. Ja, dat is echt zo vet. Duur setje. Eigenlijk zou je ze dit gewoon ooit als cadeau aan mij moeten geven. Of vind je van niet? Nou, ik zal het voorleggen bij de PL's. Gewoon op het moment dat mijn gebouw voor de eerste keer open gaat. Wat binnenkort als het goed is. Dan vind ik dat ik dat gewoon als cadeautje krijg. Nee. Ik volg jouw vordering altijd vanaf mijn balkon. Ja, kan wel je voordeur zien. Pas op voor de verzwakte tegel noodoplossing. Nou, dan moet ik op gaan passen. Maar je kunt eigenlijk alles mooi zien. En weet je wat het ergste is? Je kunt mij daarbovenin dadelijk ook misschien nog net op een kantoortje zien als ik erin sta. Misschien wel. Oh, lol. Op een of andere manier knik ik in één keer een Giazo-foto of zo. What the heck? Waarom? Wat heb ik geklikt? Jongens, er gaat even iets fout in de opname. Ik weet niet wat er gebeurt, maar ik knip in één keer Giazo-foto's, terwijl ik dat niet wil. Jij weet wel, Twan, hoe zet ik dat uit? Ik heb de pronk net aangezet of zo en ik krijg niet uit. Ja, jij maakt Giazo-foto? Ja, ik klikte op C om in te zoomen en in één keer begint dat krijgt die cursor ervan. Wat moet ik doen? Grip mij. Heb jij Ctrl-C gedrukt? Ctrl-C, weet ik niet.
Wat de heck heb ik gedaan? Ik kan er ook niet uit, hè? Ja, escape. Escape. Ook niet. Hoe kan dat nou? Ja, oké, ik ben er weer. Gek. Oké, daar ging even iets fout gejazen wat ik toen ooit voor de agenten nodig had. En daar gaat nu alles mee fout. Nee. Op zich, het werkt heel erg handig. Maar je hebt twee vorderingen waar je mooi kunt op uitkijken. Hier rechts ook. Ja, dat klopt. Ik ben er zeer benieuwd naar. Heb jij daar heel stiekem, heel stiekem is dat van mij. Maar nee, grapje. Was het maar van mij. Weet je, dan had ik daar een heel groot festival ooit op gebouwd. Nee. Is trouwens wel een mooi stukje. Nou, moet ik eerlijk zeggen. Het festival van Laas in Cosmopolitan. Het was de eerste dag echt super. En de tweede en derde dag was het zoiets van... Ja, de tweede dag had ik ook al gezegd. Dan was ik de DJ dan. En de derde dag hoorde ik dat er... Volgens mij 3 man maximaal waren. Een uurtje en toen hebben ze het afgeblazen of zo. Dus ja. Een beetje jammer. Want vooral als ik het programmaboekje doorneem, zijn ze daar niet aan gekomen. Dan heb ik zoiets. Dan moet je geen festival organiseren. Maar dat komt waarschijnlijk omdat de tweede dag gewoon een flop is geweest. Waarschijnlijk wel, ja. En toen hadden al heel weinig mensen... De tweede dag, wat was het toen? Toen kwam het personeel niet opdagen. Nee, dat klopt. En de derde, de derde dag? Kwam de personeel toen wel? Ja, het personeel was er met publiek. Kwam niet opdagen. Oké. Ja, wie weet is dat wel ooit iets voor ons. Gold Companies Festival. Misschien wel. Maar ja, waar zullen we... Ik ben er. Ja, jij bent er sowieso. Dan word je gewoon onze... Ik zal er zijn. Dan word je gewoon onze DJ. Oh, misschien wel. Misschien een verborgen talent, ik weet het. En wat is trouwens de naam van je goudvis? Want ik zie dat je ook een goudvis hier op je bureau hebt staan. De naam van mijn goudvis? Ja. Is Goldblub 29. Goldblub 29, kijk. En je dacht... Wat is je naam? Van wie is deze skin ook weer eens? Ik kan er niet op komen. Dat is van onze grote projectleider. Aha. Die is ook van dinges, van Weatherlight, toch of niet? Ja, Weatherlight. Dank al. Dat je zegt... Wij hebben een aantal hoofdjes. En wat dacht je? Dan kan die mooi de deur zo in de gaten houden van als iemand binnenkomt? Ja. En had je nog meer hoofdjes, zei je dan? Daar zit een geheime camera in. Ja, bewijs. Ja, precies. Ja, en heel sneaky, als ik hier zo sta, dan draait hij hier naar rechts en dan houdt hij mij in de gaten. Ja, dan zegt ze altijd, nee hoor, dat is niet gezien. Nou, zelfs de projectleider heeft het gezien, zeg ik dan. En wat voor gezicht had je nog meer dan? Ryan, die ken jij wel. Ja. Die kan zo goed dansen. Ja, moet je maar een keertje, als je dan bij hem naar kantoor loopt, en je moet een keer op gesprek komen. Ik hoop dat het nooit moet gaan gebeuren. Maar dan loert er ook iemand door het raam naar jou toe. Dit is Crazy Mafia Boy, toch? Yes. Haha, ik begin het steeds beter te kennen. Ja. Ja, weet je waar ik ook echt zoveel zin in heb, hè? Die dikke achterkant van jullie, die gaan we ook eindelijk krijgen in ons nieuw bedrijf. Eindelijk gewoon lekker leren stoelen, lekker stof. Gewoon dat het lekker wat zachter zit in plaats van dat standaard hout. Zit jij met je rug op standaard hout? Ja. Nou, daar moet verandering in komen. Ja, zeker weten. Dat gaat ook veranderen. En als het goed is wordt het binnenkort gebouwd. Ze waren eigenlijk zover, maar helaas... Moest ik hier naartoe? Ik doe even het pakje terug. Nou, hier ligt... dan weet je dat ook. Alle voorraden van alle pakjes van iedereen. En als ik nu zeg, ik krijg pakje 10, krijgt hij dan ook echt? Of moet ik dan maar eerst agent gaan worden? Een hele goede sollicitatie inleveren. Ja. Sollicitatiegesprek. Hoeveel pagina's? Krijg je een mooi pakje 10 van mij. Maar voor mij maak je een uitzondering, hè? Ik mag het wel mondeling, toch? Ik heb je sollicitatie al wel gelezen. Mag mondeling. Kijk, mooi. Nou, misschien dat we dat binnenkort wel eens moeten doen. Zou die zijn voor mij, agent? Ik heb geen idee. Kan ik eigenlijk mensen oppakken? Ja, kun je eindelijk aan je gerechtigheid aan. Mm-hmm. Jij moet maar de weg wijzen. Want hier zo is toch de balie of de receptie? Ja. Daar hebben jullie ook echt meer dan genoeg ruimte.
Dat klopt. Maar we willen het, de politie wil het eigenlijk zelf heel zou ik trouwens eens hier een Cosmo de cellenboog gezien? Want ik heb wel eens ooit de celblokken gezien in Hollandia, twee soorten. Maar ik ben benieuwd of ze hier in Cosmo groter zijn, kleiner zijn. Nou, ik kan je vertellen, het is nog de cellenindeling van de FBI. Dus hier in de cel wil je echt niet zitten. Dus je mag geen kijkje nemen. En je wordt helemaal gek. Oh ja? Nou, vooruit dan maar. Yes. Ik ben er namelijk altijd zo benieuwd naar. Dit is dat je helemaal omlaag moet lopen, toch? Nou, valt wel mee. Het lijkt hier wel op een kerker, joh. Ja, dit is niet leuk. Nou, dit zijn... cellen. Wow. Kom je er nu nog wel uit? Ja. Oh, ik zat al te denken aan je gangen hendels. Dus ik zat zo van, oh damn. Maar... En hieronder zit het ook nog kleiner, hè? Of wat was dat ook weer eens? Nope. Nee? Oh. Dit is, nou ja, kijk. Je moet daar eens hierin gaan staan en dan drop je eens even wat op de grond. Ah, waar is hij? Oh ja. Oh, wacht. En dan kun je die daaronder natuurlijk eruit halen. En dan zit hij hier beneden in het kist hier. Oh, wacht. Dit zijn dan de cellen voor dieven. Ja, dat klopt. Of met wapenbezit. Die gaan hierin. Nice. Niet laten despawnen of wat dan ook. En dus als hij niet in de kist zit, dan treffen we de maan in de inventory. Oké. Maar ik moet wel toegeven, er ligt wel een mooie mat. Daar hou ik van. Jawel, mooi hè? Sexy geel. Dat vind ik ook. Ja, het begint onderhand ook jouw lievelingskleur te worden, hè? Ja, heel stiekem. Wel, ja. Dat klopt. Onderhand, heb ik je zo vaak gezien. Even kijken. Begint geel inderdaad een bekende kleur voor mij te worden. Een vertrouwelijke kleur. Eeuw. Kijk. Allemaal zo'n dunne deur, hè? Zo van, dan kunnen ze niet snel vluchten. Ja. Nee, dat klopt. Maar dit klopt dan niet, hè? Dit is nog blauw. Ja, vind ik ook een beetje slap. Dus, zie ik dat binnenkort in het geel? Denk je? Als we hem ooit gaan plat halen en er komt een nieuw gebouw. Wie weet. Gele lampen ophangen. Wie weet. En vind je ook nog steeds dat ik een deurpok voor jullie moet maken in mijn mooie gebouw daar? Een deurpok. Ja, waar we met z'n allen kunnen gaan dansen en... Dat is altijd leuk, toch? En ik heb genoeg verdiepingen. Ja, dat klopt. Ja, het is jammer dat jij nu niet door die verdieping heen kan, hè? Nee, ik kan er niet door. Ja, je kunt er wel door. Je kunt van onder kun je gewoon rechts omhoog kijken. Want er zitten geen verdiepingen in. Ja, zo. Ja, oh, ja. Dat klopt ook nog. En hoog, er komen 13 verdiepingen. Dit is verdieping 1 tot die grijze balk. En dan zo omhoog tot en met 13. En dan gaan we ook nog eens 2 omlaag. Dus 15 verdiepingen. En dat ongeveer tussen de 50 en de 100k verbouwing per verdieping. Kom je gauw neer op een totale bouwconstructie van 5 mil. Dus ik heb er wel nog heel veel zin in. En als het goed is, zijn ze ermee bezig. En we denken eigenlijk eind deze week de eerste verbouwingen te gaan doen. Dus we gaan het zien. Klinkt goed. Ja, toch? Nou, dan ga ik dat vertrouwelijk volgen vanaf mijn balkon. Dat is helemaal goed. En vandaag ga ik helaas geen donatiebox bekijken. Want ik zag dat er 2 boekjes in zaten. Dat doen we morgen weer. En helaas komt er vandaag geen Kingdom Faction aflevering online. Dat komt omdat ik dat om de dag ga doen. Of misschien zelfs om de 3 dagen. Omdat ik merk dat dat is toch meer het survivalen. En niet het spannende van wat gebeurt er allemaal in mijn topia. Dus je kunt daar heel weinig in volgen. Voor nu zou ik zeggen allemaal heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Hopelijk vonden jullie deze video weer leuk en zie ik jullie weer snel terug bij een gloednieuwe video hier op dit kanaal.